Het is wel zo dat Siebe Wouters hier links flink van leer trekt. Moet wel oppassen, want ik kreeg een oplawaai van Jewelste in Hoogstraten. Kwam daar zo slecht voor de dag die hij uiteindelijk uit de wedstrijd stapte. En dat kostte hem toch wel een riante voorsprong. Maar allemaal niet erg. Ik geef er meteen een prik aan, of in of op. En dat doet hij naar behoren. En dan zie je dat Iserbiet zich naast hem trekt, dat hij hem vlot voorbij gaat. Dat is al een eerste signaal van, oh, opgelet, niet al te voortvarend te werk gaan. Er is een heel pelotonnetje van ploegmaats dat hem volgt met Tupalik en consorten. Dat is de Tupalik-klan, maar daar zitten wel een paar jongens bij die ook goed staan in het klassement. Zoals Jens Dekker bijvoorbeeld, die staat derde. Tupalik staat tweede, dat is de naaste belager van Siebe Wouters. Waar is, in godsnaam, je zag ook Thijs Aarts, waar is het heerschap Pidcock gebleven? Want die is hier ook van de partij, die heeft zijn start wat gemist. Komt hij of komt hij niet meer? Dit had Iserbiet totaal anders ingeschat. Valt daardoor terug. Van den Bos gaat hem voorbij. Ook Tupalik gaat hem voorbij. En dat zijn ploegmaats. Maar Tom van den Bos is 18. Je bent jong en je wil heel, heel veel. Dus die volgt. Siebe Wouters verachtert. Dat gaat naar plaats 4. Zoals Tilla naar plaats 6. En dan gaat de paniek toeslaan. Dan moet je, ondanks een voorsprong van 6 seconden, al gaan rekenen op het schaduwspel van ploegmaten. Er zijn er die aan het eind van het seizoen zeggen van, ik ga er maar beter bij liggen. Dat kun je daar ook maar beter niet maken. Van den Bos zet door na die val van Tupalik. En hier is Pidcock. Pidcock die zet zich mee voorin. Wat gaat dat opleveren? Pidcock is hier de wereldkampioen Iserbiet voorbij. Pidcock kwam niet aan de hielen op het WK van Iserbiet. WK-stress zeker. En Pidcock die denkt van, oh, laten we hier dan mee doorgaan. Hier even net voor de bocht deze jongen een streepje aan het been lappen. En dan even doorzetten met glans. Oh, wat beheerst hij die zandtechniek perfect. Iserbiet is niet zoals de voorbije weken. Het is wat knoeien in de achtergrond. Bij Pidcock op dat kleine verzetje gaat dat lekker. Hij kan zich zelfs de wilde permitteren lek te rijden. Iserbiet komt dan van achteruit. Gaat daar Tupalik voorbij. En ook Tupalik heeft veel gegeven in de beginfase om Siebe Wouters toch maar op achterstand te zetten. Dit is mooi van Peters. Jannik Peters is ploegmaat van deze Wouters. Nog altijd leider in de superprestige. En die kijkt, waar is mijn gelegenheidskoopman? Peters is fideel. Hij wil wel wachten. Dekker moet dat niet doen. Die verdedigt zijn plek. Pidcock die is ondertussen goed voor winst. Knappe winst moeten we zeggen. Hier aan de kustlijn Iserbiet wordt uiteindelijk nog tweede. Dekker wordt derde. Van den Bos is vierde. Dan wordt Aarts vijfde. Tupalik wordt zesde. En dan is de vraag wat doet Wouters. Die wordt tiende. En houdt op die manier 2 punten over in het eindklassement van deze superprestige op zijn naaste belagers. Dus een blinkende jongeman uit Nederland met de baard. Deze mens, Wouters, wint de superprestige. Ja, een zeer blije Siebe Wouters, want hij haalt dus het eindklassement binnen. Dat was heel tricky, dat was spannend, maar hij heeft het gehaald. 84 punten, 2 puntjes meer dan Tupalik en ook 2 punten meer dan Jens Dekker. Wat een spanning op het einde bij de beloften. Tupalik heeft meer deelnames aan afzonderlijke wedstrijden dit seizoen. En dat bepaalt dat hij tweede wordt en Jens Dekker derde. Lekker spannend. Het was heel spannend, ook ja. Bij de beloften. Ik heb het staan te kijken. En natuurlijk, Siebe die zat vorig jaar nog bij mij in de ploeg. Dus daar ben je toch wel een klein beetje supporter van. En hij had het heel moeilijk. En vooral Jens Dekker werd heel gevaarlijk. Want die zag er nog uit dat hij tweede zou kunnen worden. En dan moest Siebe alweer tiende worden. Maar ik denk dat Siebe heel veel te danken heeft aan Jannik Peters. Die de laatste ronde nog achter de rug van Siebe heel veel afstopwerk heeft gedaan. Om de Engelsman Tullet achter te houden. Ja, en zo lucide waren ze allemaal. Het was de rekenen bij de belofte. Maar uiteindelijk dus winst voor Siebe Wouters. We gaan luisteren naar de Nederlander. Siebe Wouters, je pakt de eindzege. Proficiat, hoeveel deugd doet dit? Ja, zeker. Dankjewel. Ontzettend veel. Nou, vorige week in Hoogstraten, waar ik afgestapt ben, begon toch wel even spannend te worden. Ik had ervoor dat ik een verschil van 18 punten en daar was ik er in één keer 15 van kwijt. Toen ging het wel even hard en even paniek van de week misschien een beetje. Toch rustig gebleven en uiteindelijk vandaag was ook nog echt super spannend. 2 punten verschil uiteindelijk, hè? Ja, nou, dat schetst het beeld wel even. Adam reed ook gewoon supergoed, zeker de wedstrijden na het WK nog. Dus dat was samen met Jens een geduldige tegenstander. Dus
toch heel blij dat ik hem uiteindelijk toch binnen heb mogen slepen. Je hebt de eindzegen binnen, je hebt geen enkele overwinning geboekt tijdens het seizoen, hè? Is het dan de trofee van de regelmaat in die superprestige? Ja, inderdaad. Ik denk het wel, inderdaad. Met Tom, geweldige renner, die er een aantal overslaat. En Jens in het begin van het seizoen ook een paar. Toen kom ik eigenlijk min of meer per ongeluk aan de leiding van het klassement. Wil je dat binnenhalen? Superprestige is altijd wel het doel van het seizoen, zeg maar. Maar dat ik hem ook daadwerkelijk binnen kon halen, had ik ook nooit verwacht van tevoren. Geniet er nu maar van. Ja, gaat lukken, dank je.